De prinses van de zee. Er was eens, onder het machtige gebrul van de golven van de zee, een wereld. Een wereld die de mensen van het land, hun koningen en zelfs hun wijste wezens niet kenden. Een wereld zo oud en toch zo magnifiek, dat zelfs ernaar kijken, zelfs voor een vluchtig moment, iemands hart zou kunnen vullen met eeuwige vreugde en geluk. Maar deze wereld kunnen zien was onmogelijk. Want het was onzichtbaar voor de ogen van de wezens daarbuiten. En iedereen die als toeschouwer over zijn verhalen opschept, doet alleen maar belachelijk. En je moet je er onmiddellijk van afkeren. Maar ik niet. Nee, meneer. Omdat ik al heel lang deel uitmaak van deze prachtige wereld. Getuige ben geweest van elk klein magisch ding dat ooit is gebeurd. En vandaag ga ik jullie een verhaal vertellen vanuit de diepten van deze wereld. Volg mij. Zie je, onze koning Octopius was de beste heerser ter wereld en deed er alles aan om Marmerland gelukkig en welvarend te houden. Het ging fantastisch. En de visbewoners waren tevreden. Voeg daar de geboorte van de prinses aan toe. Ze krijgt de naam Kylie. O, hoe schattig was prinses Kylie. Haar haar is als het groene zeegras, helder en lichtgevend. En haar kleine oogjes zijn als parels. Ze prikt ze haar eerste bel. Maar de getijden stonden op het punt te veranderen toen de boze geest van de zee, Finara, die ontwaakte uit haar lange sluimering, haar blik op onze wereld richtte. Groeten aan de grote koning van de zee, de machtige Octopius. En aan haar genade, koningin Marina. Ik ben het, Finara, die naar je toe is gekomen met geschenken voor de prinses. Ik heb gehoord dat ze het mooiste wezen van de hele zee is. Bedankt, Finara. Ze is inderdaad de mooiste. Dan zal ik haar meteen zien. Ik ben zo opgewonden om haar mijn zegeningen te geven. Weet je wat? Dat idee vinden wij niet bepaald prettig. Je reputatie gaat je voor, dus... Octopius, je vernedert me in het bijzijn van je visburgers. Het spijt me buitengewoon. Maar een ouder zou moeten doen wat een ouder doet. Niet gemeen bedoeld. Oh! Geen probleem, koning. Geen probleem. Finara zou niet met een glimlach op vernedering reageren. Die nacht, toen de koning en koningin sliepen, ging ze vermomd als een vis het paleis binnen en zwom de kamer van de koning binnen. Oh, je bent heel knap. Maar wat heb je aan schoonheid als je een vreselijk, vreselijk persoon blijkt te zijn? Prinses Kylie, ik presenteer u... Afgunst, trots en woede. Mijn drie engelen. Ze zullen met je meegroeien terwijl jij groeit. Je zult ze niet kunnen zien. Maar ze zullen altijd, altijd bij je zijn. Tenzij je een manier vindt om te stoppen met naar ze te luisteren. Wat ik zeker nooit zal doen. Want... als ze je geest eenmaal overnemen, is dat niet zo gemakkelijk om van ze af te komen. Doei! Huh? En zo bleek het ook te zijn. Terwijl prinses Kylie groeide, verslechterde haar houding steeds meer. Die schelp ziet er ontzettend leuk uit. Dat zou je moeten hebben. Geef mij dat. Maar
Maar dat is van mij. Vergeet niet dat ik een prinses ben. Ik zal hebben wat ik wil. Nancy? Waar is mijn tiara? Ik heb het je gegeven, Kylie. Dat is geen manier om met een prinses te praten. Laat haar haar plaats zien. Echt waar? Dus je denkt dat ik vergeetachtig ben? Nee, dat is niet wat ik zei. Het spijt me. Ik zal er nu naar zoeken. Niet nodig. Je bent ontslagen. Wat? Kylie, Ridder Golf uit het Pacifische is gekomen om je te ontmoeten. Hallo, prinses. Dat is maar een gewone ridder, Kylie. En jij? Jij bent een prinses en je zou niemand anders moeten vermaken dan een prins. Ah, hallo. Ben je hier voor een aalmoes? Kylie? Moeder, val me alsjeblieft lastig als daar hier een prins is. Niet een gewone eenvoudige ridder. Ja, de kleine babyprinses met haar als het kleine zeegras en ogen als parels groeide niet helemaal op zoals haar ouders en de vissers van Marmerland hadden verwacht. Op een dag, toen prinses Kylie met haar vrienden tikkertje speelde, dreef de groep onbewust iets te ver weg van het paleis. Prinses Kylie was de tikker en ze joeg haar vrienden achterna. Toen de prinses haar vrienden achterna ging, zag ze plotseling iets. Iets dat gloeide vanaf het oppervlak van de zee. Nieuwsgierig draaide ze zich er naartoe en begon naar het zicht ervan te zwemmen. Niet wetende dat ze steeds verder en verder wegdreef van haar vrienden. Wat is dat? Terwijl ze zwom, voelde ze zich gehypnotiseerd en naar het licht getrokken. Zo erg dat ze de rand van een rots niet opmerkte en... Ah! De prinses viel onmiddellijk bewusteloos neer. En toen kwam er vanaf het gloeiende licht een wezen tevoorschijn. Een wezen stralend en sprankelend. Ze was de ziel van de zee. De fee Benigna. Dus, het is wat ik had vermoed. Je bent onder invloed van Vinara's kwade spreuk. Onder de heerschappij van de zee kan ik een spreuk die je al zo lang in je draagt niet verwijderen, maar ik kan je helpen ze te overwinnen. Ik geef je vrijgevigheid, vriendelijkheid en nederigheid. Ze zullen bij je zijn, begeleiden en proberen je het juiste pad te tonen. Maar naar hen luisteren rust op jou. Het gaat goed, prinses. Huh? De prinses? Prinses Kylie, wakker worden! Jij? Waar ben ik? Je bent op een plek die niet erg veilig is voor een prinses. Gaat het wel goed? Ik speelde met mijn vrienden en er was een helder licht. Ik voel me niet zo lekker. Oh, laat me je terugbrengen naar je paleis. Kom. Echt? Gaat hij je naar huis brengen, deze eenvoudige ridder? Je bent beter alleen af. Waarom zou ik? Je bent niet beter dan een ander omdat je denkt dat je dat bent. Grootheid ligt in nederig zijn, niet in arrogantie. Eigenlijk, dat zou erg aardig van je zijn. Dank je. Maar waarom help je me? Ik ben niets dan onaardig tegen je geweest. Als ridder is het mijn plicht om mensen te beschermen die mijn hulp nodig hebben. Dus heb je je prins eindelijk gevonden? Nog niet, maar ik zal binnenkort. Mijn beste wensen. Bedankt. Prinses, wat is het? Het spijt me.
Ik kan niet meer zwemmen. Ik moet een tijdje rusten, als dat oké is. Natuurlijk. Heb je honger? Ik ben aan het verhongeren. Ik ga iets voor je halen om te eten. Hou je het zo lang vol? Mm-hmm. Terwijl Ridder Golf wegzwom, besefte prinses Kylie hoe gemeen ze tegen hem was geweest. Ze voelde zich vreselijk. Ridder Golf kwam na een tijdje terug met een zeeappel. Hier, dit was alles wat ik kon vinden. Sorry. Ziet er heerlijk uit. Je moet het met hem delen. Onthoud dat het delen met anderen veel voldoening geeft. Echt niet. We delen ons eten niet. Begrijp je? Ben je onder? Neem dit. Maar jij hebt zo'n honger. Ben jij dat ook niet? Dank je. Toen prinses Kylie en Nightwave het paleis bereikten, kwamen ze de koning en koningin erg bezorgd tegen. Waar was je? We zijn ongerust en ongerust geweest. Prinses Kylie vertelde alles aan haar ouders, die de ridder erg dankbaar waren voor het terugbrengen naar haar huis. Oh, het was niets. Ik... Oh, jij moet prinses Kylie zijn. Oh, we waren het bijna vergeten. Kylie, dit is prins Gulliver uit het Atlantische. Hij is hier om jou te ontmoeten. Oh, en ik zou blij zijn als je met mij meekwam om mijn koninkrijk te bezoeken. Het is het grootste en mooiste paleis ter wereld. Terwijl hij sprak, realiseerde Kylie zich dat er iets was dat ze niet leuk vond aan prins Gulliver. Hij sprak hooghartig over zijn grootheid en rijkdom en om een of andere reden irriteerde dat haar. Ik denk dat je je prins hebt gevonden, toch? Kylie keek Golf peinzend aan en herinnerde zich hoe lief en zorgzaam hij was geweest. Prins Gulliver, accepteer alsjeblieft mijn excuses, want ik zal uw uitnodiging moeten afslaan. En ik wil niet met je trouwen als je daar naartoe gaat. Wat? Waarom? Ik ben de prins Gulliver van de Atlantische Oceaan. Geen enkele andere prins is zo rijk als ik. Nou, ik voel gewoon niet dat rijkdom zo belangrijk is. Wat? Wat? Het spijt me. Wat doe je? Hij zei dat hij het grootste paleis ooit heeft. Nee, Kylie, je hebt gelijk. Vriendelijkheid en liefde zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Hoe durf je me op deze vernederende manier weg te sturen? Je betaalt hiervoor. Ah! Hey, waag het eens. Huh? Jij bent maar een nederige ridder. Kan zijn. Ik weet tenminste hoe ik vrouwen moet respecteren. De koning die alles zwijgend had bekeken, kwam nu tussen beiden. Prins Gulliver, je mag dan wel prins van het Atlantische zijn, maar durf niet om in de buurt van mijn dochter te komen, of ik zal anders niet twee keer nadenken. Bewakers! Prinses, gaat het? Golf, weet je, ik hou niet van prins Gulliver. Ik vind jou leuk, omdat je zo goed en aardig bent. En zodra ze het had gezegd, spoten de gaven van de boze zeegeest Vinara uit prinses Kylie en verdwenen in de zee. Wat? Onmogelijk! Vinara! Huh? Ik had je vanwege je wandaden in een lange slaap gezonden. Maar je hebt niets geleerd. Daarom heb ik je weer in de slaapgevangenis gezet. Nee! En zo werd prinses Kylie een warm en aardig persoon, zoals ze altijd had moeten zijn. Ook Golf was verliefd op haar geworden en na een tijdje trouwden ze. De gaven van Fee Benigna, vrijgevigheid, vriendelijkheid en nederigheid bleven voor altijd bij haar.
en herinnerden haar er altijd aan dat nederig blijven en aardig en vergevig zijn niet alleen anderen helpt, maar ook zichzelf. Oh, en wie ben ik? Ik ben het Koninkrijk Marmeland.